Wat zei Diogenes toen Alexander de Grote hem zei: je moogt mij alles vragen? Ga uit mijn zon zijn. Maar wat zei Alexander vervolgens tegen Diogenes? Kus mijn klote. Ik ben Alexander de Grote. Dat heeft hem zeker gezegd. Ik ben Alexander de Grote. Kus, ik heb weer mijn klote. Ik heb gisteren aan de heikneuters gevraagd om hun prangende vragen te sturen naar ons. Ah ja, en wat zijn zo'n prangende vragen? Ik heb 12 vragen, denk ik. En er zitten misschien toch wel 2 goede tussen. Allee. De eerste vraag komt van Urbeke. Wat vindt de dokter van onverdoofd met een T, slachten? Ah, onverdoofd slachten, dat veroorzaakt de dood. Het is dodelijk. Absoluut. Dodelijker dan de coronavirus. Onverdoofd slachten doe ik bijvoorbeeld bij strontvliegen en bij muggen. Wat vind je van het feit dat hij onverdoofd met een T heeft geschreven? Dat die jongen nog niet gestudeerd met een T heeft. Boer Charles vraagt: hoeveel alcohol moet ik drinken om mezelf te ontsmetten? Om uzelf te ontsmetten moet je alcohol drinken totdat je in een coma valt. Dan kun je u niet meer voortbewegen en dan kun je niet meer gaan waar je het coronavirus kunt oplopen. Zuip uw Lazarus, val op de grond, blijf liggen totdat het gevaar geweken is. Als je 's ochtends je tanden poetst en je spoelt met Listerine, slikt je dat in of spuugt je dat uit? De Listerine slik ik in, maar als ik mijn tanden poets met whisky, die spuw ik uit, want dat is ongezond. Het is gebrand, hè? Ja. Volgende vraag. Als mijn voet vastzit in drijfzand, hoe bevrijd ik mijzelf van de corrupte overheid? Dat is een probleem. Pim heeft dit gevraagd, dat is een grapjas. Als zijn voet in drijfzand zit, hoe dat hij zich bevrijdt van de corrupte overheid. Absoluut. En wel, hij pakt de corrupte overheid bij de schouders. Hij zet die onder zijn voet in het drijfzand. En hij stapt op de corrupte overheid om terug overeind te komen. Deze vraag komt van Arne Hendricks. Ik ben nu al een tijdje aan het praten met een meisje. En ze komt soms bij mij thuis langs. Het probleem is dat ze vaak wc-papier meesmokkelt terug naar haar thuis. Heeft ze echt gevoelens voor mij of is dit coronagekte? Dit is diefstal, coronakleptomane. Dat kan vermeden worden doordat de vraagsteller homoseksueel zou worden. Dan komen er geen meisjes meer bij hem. Ik zou hem erop willen wijzen dat zijn meisje wel proper probeert te blijven. Misschien gebruikt ze dat als maandverband. Is het geen wc-papier, maar is het maandverbandpapier? Maar als hem dat probleem wil oplossen, moet hem homoseksueel worden. Of moet hem zijn gat afkuisen met zijn linkerhand, gelijk de moslims doen. En die zijn voorop, hè. Die kuisen hun gat af met hun linkerhand. En die wassen daarna hun linkerhand. En je moet je handen wassen om coronavirus te vermijden. De moslims willen ook de vrouwen geen hand geven. Dus de helft van de bevolking schakelen ze al uit om een coronavirus van te krijgen. De islam is tegen corona. Allah bestrijdt de corona. Dat was niet echt de vraag, maar kom, ik ben nu toch wel geïnformeerd. Het heeft er allemaal mee te maken. Maar wat dat ik erg vind, dat is dat ze de schuld geven aan de Russen. Ze zeggen het zijn de 4 Russen, terwijl het de Chinezen zijn. Het zijn de 4 Chinezen. Het zijn er 100.000. De bejaardenpest is ontstaan in Wuhan door communistisch China en niet door nationalistisch China. Nationalistisch China, dat is Taiwan. In Taiwan is dat niet ontstaan. Dus communisme is gevaarlijker voor de gezondheid dan nationalisme. Voilà. Oké, ik heb nog een volgende vraag. Mathieu vraagt naar onze politieke voorkeuren. Ik heb geen probleem om te zeggen, ik ben een mormoon. Hoe zit dat bij u? Mijn politieke voorkeur? Ja. Dat zijn de pastafarianen. Jij bent pastafariaan. Ik stem voor de pastafari. Voilà, lang moet dat niet doen. En als die geen lijst indienen, dan stem ik voor de bougie-bougies. De bougie-bougies? De bougie-bougies. Zou je niet ook voor de mormonen willen stemmen? De mormonen, dat zijn klonen. Daar stem ik niet voor. De volgende vraag komt van een jong schild en vriendje. Is het eindelijk de moment om het etnonationalisme boven te halen in deze donkere tijden vol terreur en verderf? Het is zeker nodig het etnonationalisme boven te halen, maar wel in zetpilvorm. Iedereen is suppositoir. Oraal mag het niet toegediend worden, want dan krijg je de coronavirus. Maar de coronavirus gaat niet langs het gat. Het is geen aids, het is de bejaardenpest. Boomer doom.
De bejaarden die hebben geen tanden meer waarmee ze het coronavirus kunnen tegenhouden. Het is daarom dat de bejaarden coronavirus krijgen. Dus dat etnonationalisme inzetkaarsvorm. Hannes vraagt aan u, hoe gaat het met de hond Mohammed? De hond Mohammed is vorige week de hond Karel Martel tegengekomen en Karel Martel heeft Mohammed in zijn keel gebeten. Nu denken mensen dat het conservatief en haast racistisch is, maar ja, kijk, als die hond nu eenmaal Mohammed noemt en die andere eet Karel Martel. Hij eette eigenlijk Charles Martel. De baas zei Charles Martel hier, maar Charles Martel wou niet lossen. Hij had Mohammed bij de keel. Het heeft mij nog 100 euro dierenarts gekost. Iemand vraagt hier of dat we weten waar dat hij deftige vleermuizensoep kan halen. Of is de voorraad uitgeput? Nee. De voorraad is niet uitgeput. Vleermuizensoep kan besteld worden online op vleermuizensoep.be. Dat is simpel. Oké, iedereen kan daar naartoe. Natuurlijk, het probleem is dat ze geleverd wordt zonder verpakking om de kosten te drukken. Ik heb nog 4 vragen. Piotr zegt, hoe moet ik stippen als ik geen stift heb? Dus hoe zet Piotr 4 stippen op zijn hand als hij geen stift heeft? En wel, met de ene hand masturbeert hij. Hij schiet op de andere hand, maar houdt zich in dat er maar 1 druppeltje is. Hij laat dat druppeltje opdrogen, dat maakt een stip. En dan schiet hij het tweede druppeltje. Hij laat dat opdrogen, dan schiet hij een derde druppeltje. Dan schiet hij een vierde druppeltje. Hij kan dat natuurlijk ook doen met snottenbellen. Ja, maar ja, corona. Je mag niet in je neus zitten, hè. Het is coronatijd. Oké, pijs dat internet ook een virus heeft. En die gaan ze niet... Wat? We zijn de verbinding echt een halve minuut kwijtgeraakt, maar jij zei blijven doorgaan, dus dat is in orde. Volgende vraag. Waar is de kittelaar? Iemand eronder heeft gevraagd, wat is de kittelaar? De kittelaar is het aanhangsel dat teruglikt als je eraan likt. Waar is de kittelaar? De kittelaar is op alle plaatsen, maar meestal op de plaats dat kittelgevoelig is. Ja, maar nu weet ik het nog niet. Je hebt mij beloofd dat je mij ging zeggen wat dan een kittelaar is. En wel, dat is een aanhangsel die teruglikt. Likt als jij eraan likt. In deze coronatijden is dat niet aangewezen om aan de kittelaar te likken. Of je moet hem ontsmetten met Listerine. Ah ja. En dan de Listerine inslikken. Ik weet nog steeds niet wat de kittelaar is. Maar ik zeg het u uit. Ik heb geen tijd. Ik moet door naar de volgende vraag. De laatste vraag komt van Miriam. En ze vraagt, zijt je in zelfisolatie? Dat is een pleonasme of een tautologie, want isolatie is altijd zelf. Een ander kan niet bij u geïsoleerd zijn, want dan is het geen isolatie. Komt je nog buiten? Ik ben juist een uur gaan wandelen met een hond en dan ben ik mijn commissies gaan doen. Maar is het nu een pleonasme of een tautologie? Dat leren we in de volgende aflevering. Zeg dag, dokter. Dag. De heikneuters zijn geïnformeerd. Binnen 5 weken kunnen ze terug naar school gaan met deze informatie. Dag, webmaster. Salut. Lucas.